Welkom bij Rondje Parklaan. In deze serie praten we je bij over het project De Parklaan. Nou, de werkzaamheden zijn nu echt gestart, dus dat betekent dat je als fietser een stukje moet omfietsen. Maar hoe ziet die omleiding er precies uit en hoe kom je als fietser veilig van A naar B? Dat zoeken we deze week voor je uit. U wordt hier nu omgeleid als fietser. Is dat een beetje duidelijk voor u? Nee, het is niet duidelijk. Helemaal niet, nee. Nee, voor mij nog niet. Nee, ik probeer maar zo te gaan. En hoe gaat u nu opzoeken hoe u moet fietsen? Gewoon proberen. Trial and error. Hoe is die omleiding? Is dat een beetje duidelijk? Ja, het is nog een beetje wennen. Ik merkte gisterochtend met de auto dat het erg druk was. En met de fiets ga ik nu proberen. En hoe heeft u al even uitgezocht hoe u nu moet fietsen? Nou, ik was net bij het station en ik moest even omfietsen. Dus dat was ik even vergeten. En nu weet ik het eigenlijk niet meer. Ik sta in ieder geval een dicht bord. Dus oh jee. Ik weet niet hoe ik ben kon komen. En was het een beetje duidelijk hoe je moest fietsen? Ja. Ja, het is goed, no problem. Mm-hmm. Ja. Mooi zo. En wist je het al of heb je gewoon de borden gevolgd? Gewoon de borden gevolgd. Hoe heeft u de weg gevonden? Gewoon borden volgen. Nou, duidelijk was het me niet, want ik kwam nu uit het centrum. Okay. En ik kon dus daar de Rehorst de weg, dat stukje bij de Rehorst kon ik niet door. En toen ging ik over de Diedenweg en toen kon ik er daar weer niet in. Maar ja, nou weten we het eenmaal. En het is wel goed aangegeven hoor, daar gaat het niet om. Je moet afwachten en het is een heel jaar, dus ik ben er niet zo heel blij mee. Maar dat zien we dan wel weer. Nou, veel succes dan en veel plezier vandaag. En hoe is het verder nu op de weg? Is het een beetje, voelt het veilig? Is het druk of rustig? Nou, ik woon hier in de wijk en we merken nu al sinds één dag dat er al sluipverkeer door de wijk heen gaat. En hoe is het nu, hoe is het op de weg? Is het een beetje, voelt het er wel een beetje veilig voor u? Jawel, fietsen wel. Fietsen wel, ja. Jan, jij bent adviseur verkeer voor het project Parklaan. Die omleidingsroute is voor fietsers. Hoe ziet die er nou precies uit? Nou, hoe die eruit ziet, dat is eigenlijk dat je vanaf dit kruispunt, hè, als je vanuit Ede komt, vanaf het kruispunt Emmelaan-Aculaan, fiets je via de Sportlaan, Diedenweg, neem je een klein stukje Zandlaan, rij je langs school de Streek en dan via het Streekpad kom je weer uit op de Edeseweg en dan kun je je weg vervolgen richting Bennekom. Hoe zorg je er nou in je werk voor dit project voor de veiligheid voor fietsers? Ja goed, in het eindproject dan hebben we het natuurlijk heel goed voor elkaar. Dan hebben we straks hier die tunnel onder de rijbaan door. Dan hebben we geen oversteekbeweging meer met auto's. Nu in tijdelijkheid hebben we een omleidingsroute moeten instellen. Daar hebben we wat aanvullende maatregelen voor moeten nemen. We hebben bijvoorbeeld op de Diedenweg één richtingsverkeer ingesteld. Zodat het minder druk is met auto's. En eigenlijk ook maar één richting op, dat er meer ruimte is voor de fietsen. Nou, daarnaast hebben we bijvoorbeeld hier op het kruispunt bij de oude Bennekomsweg met de Emmalaan hebben we markeringsmaatregelen genomen. En zijn we nog aan het onderzoeken of we nog aanvullende maatregelen moeten uitvoeren. Oké, heel mooi. En dan even over deze kruising, want dat kan ook best ingewikkeld zijn volgens mij. Hoe heb je er nou hiervoor gezorgd dat fietsers veilig kunnen oversteken? Kijk, in de huidige situatie moet je eigenlijk drie keer oversteken, hè, om vanaf dit punt bij het station te komen. Dat betekent dat je hier de Bennekomsweg moet oversteken, de Aculaan, de Klinkenbergenweg. Wat we nu mee bezig zijn en wat we binnenkort gaan uitvoeren, is dat we de oversteek over de Emmelaan voor twee richtingen gereed gaan maken. Dan hoef je eigenlijk maar één keer voor het verkeerslicht te wachten in plaats van drie keer. Nou, we zagen net al een paar fietsers die toch wel een beetje verdwaald waren. En als jij hier nou zo staat, zie jij dan zelf al verbeterpunten? Ja, zeker. Hè. En dat, die informatie hebben we ook ingewonnen, hè, van meldingen die binnenkwamen bij de gemeente. We kijken natuurlijk sociale media na. Nou, en daarin zien we ook wat verbeterpunten. We hebben locatie zelf bekeken. Bijvoorbeeld vanaf de Diedenweg. Hè, dan misschien toch iets beter aangeven hoe rij je naar Bennekom, hoe rij je naar de Horenlaan. Want het is toch een keuzemoment. Dus ja, dat zijn wel zaken die we gaan oppakken. Nou, heel mooi, dankjewel en succes. Dat was hem weer. Zoals je ziet is het voor de fietsers best wel even een beetje wennen. Volgende week zijn we er weer. Heb je nou een prangende vraag? Laat hem achter in de comments. Tot de volgende keer.